We hebben in het laatste gedeelte van het derde couplet gezongen: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Het is Gods woord wat niet wijkt. De mensen en vooral de christenen wijken van de levende woorden van de levende God. Nu, ik zou graag een aantal dingen willen zeggen over de superioriteit van de Statenbijbel in verschillende aspecten. Voor ik dat doe, is het misschien goed om heel kort iets te laten zien over de verschillen die er zijn, inhoudelijk, tussen een Statenbijbel en een nieuwe ecumenische 2004 Bijbel. Ik heb hier een aantal dingen weergegeven op dit overzichtje hier. We zullen het niet allemaal bespreken, maar een paar zaken even kort aanstippen. Hier zijn een aantal bijbelteksten genoemd. Dan is hier de inhoud gegeven, zoals in een Statenbijbel of een Lutherbijbel of een King James Bijbel. Afgekort als Authorized Version, 1611. Dan is hier achter aangegeven of verschillende bijbels deze inhoud aan de hand van deze referenties hebben. Bijvoorbeeld, het woord de profeten is niet aanwezig in een Jehovah-getuigenbijbel uit 1988, een NBG uit 1951, een Voorhoevenbijbel van de Vergadering van Gelovigen uit 1982 en ook niet aanwezig in een nieuwe Bijbelvertaling in 2004, de Ecumenische Bijbelvertaling. Hij is toch wel aanwezig in de officiële Rooms-Katholieke Bijbelvertaling uit 1599, de Biblia Sacra in het Nederlands, of de zelfde Bijbel uit 1582, ook van Jezuïten gemaakt, de Douay Rheims in het Engels. Met andere woorden, deze tekst, zoals geschreven is in de profeet, is een referentie naar twee profeten, Malachi en Jesaja, die geciteerd worden in Marcus 1, vers 2 en Marcus 1, vers 3. Dat wordt veranderd in de profeet in de nieuwe Bijbels. Dat betekent dat alle nieuwe Bijbels een leugenaar maken uit God de Heilige Geest. Want de citaten zijn hier uit Malachi en Jesaja niet alleen uit de profeet Jesaja. Nu, al die andere gedeelten die hier genoemd worden, worden uit de NBV gelaten, uit een Vergadering van Gelovigen vertaling gelaten, uit een officiële NBG gelaten en uit een Jehovah-getuigenvertaling gelaten. En zijn alle aanwezig in een officiële Bijbel van de Kerk van Rome, die vertaald is in het Nederlands of het Engels, ongeveer zo'n meer dan 450 jaar geleden. Die Bijbels waren dus getrouwer aan de schrift, zoals we die hebben in de Staten of de King James, als de nieuwe Bijbels in de 20e eeuw, of begin van de 21e eeuw. Nu, de inhoud van deze zaken, van die veranderingen, heeft vooral te doen met aanvallen op de persoon en het werk van Jezus Christus. Ik geef er een paar korte voorbeelden. Het woord Heer wordt weggelaten uit Marcus 9, vers 24. De hel wordt ontkend in Marcus 9, vers 44 en vers 46, waarin geschreven staat: waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Wordt twee keer weggelaten in Marcus 9. In Marcus 15, vers 28 wordt een vervulling van een profetie betreffende Jezus Christus volledig eruit gehaald. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. De laatste 12 versen van Marcus 16 worden uit alle nieuwe Bijbels gelaten in de zin dat ze tussen haken geplaatst worden. Er wordt twijfel aan deze woorden gesteld. De eerste persoon die twijfel stelt aan de woorden van God was Satan zelf, zullen we zo zien in Genesis 3, en dat was het begin van de zondeval. In Handelingen 8 hebben we een aanval op de persoon van Jezus Christus. Deze Ethiopische kamerheer zegt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En dat hele vers wordt eruit genomen als een voorwaarde voor iemand om gedoopt te worden. Dat was even een reden waarom de baptisten afschuwelijk vervolgd geworden zijn, niet alleen van de Kerk van Rome, maar ook van de Lutheranen en van de gereformeerden. In
Dit hele vers is eruit in Handelingen 28, vers 29. Drie versen eruit gesneden in Handelingen 24, vers 6 tot en met 8. In de Korinthebrief lezen we dat men niet meer hoeft te nemen en te eten van het Abelavondmaal. De woorden Jezus Christus worden eruit gehaald in 1 Korinthe 16, vers 22. Het woord Christus wordt eruit gehaald in 1 Korinthe 16, vers 23. Dat het Heer Jezus Christus in Openbaring 1, vers 8 het begin en het einde is, is niet meer belangrijk voor de nieuwe Bijbelversies. Dat Hij degene is die leeft in alle eeuwigheid en aanbeden wordt, wordt eruit geschrapt in Openbaring 5, vers 14. Dat Hij degene is die komen zal, wordt eruit gehaald in Openbaring 11, vers 17. Het woord Christus wordt eruit gehaald in Openbaring 12, vers 17. Voor de troon van God, waar men verantwoording geven moet, wordt eruit gehaald in Openbaring 14, vers 5. Ik heb maar een paar boeken genomen als een steekproef. Het zijn 26 versen en die bewijzen iets heel eenvoudigs. Zoals u daar ziet, de officiële Bijbel van Rome, de Latijnse Vulgate, vertaald in het Nederlands en Engels, heeft al deze versen in hun versie staan uit de 16e eeuw. Alle Bijbels in de 20e eeuw hebben deze versen eruit gescheurd. Of het nu Jehovah getuigen zijn, ketters zijn, of het nu mensen zijn die van gereformeerde huizen waren, toch al toen het tamelijk liberaal, die in 1939 en 1951 de NBG vertaald hebben met het Nieuwe en het Oude Testament, of het nu opnieuw geboren mensen geweest zijn als G.H. Kramer, W.J. Ouweneel, H.P. Medema, die in 1982 de voorhoeven zo veranderd hebben ten opzichte van de vierde druk uit 1966, dat er vele stukken uitgescheurd zijn, hoewel ze liegen in hun voorwoord dat er geen leerstellige veranderingen aangebracht zijn, als ook hier in de NBV 2004 Bijbel, waarin Jezuïten, rabbies, baptisten, evangelicalen, pinkstermensen, en gereformeerde en mensen van de gereformeerde hoek samenwerken om een Bijbel samen te stellen die eigenlijk de ecumene, de wereldreligie, moet binnenbrengen. En die zijn slechter dan de officiële Bijbel van de Kerk van Rome in de donkere middeleeuwen. Dat zijn feiten. Iedereen kan dat controleren. Word niet boos op mij, ik heb die boeken niet geschreven. Het zijn 26 versen. En waarom zijn deze teksten er dan uitgehaald, zegt u? Deze woorden zijn niet aanwezig in de Griekse tekst die ten grondslag ligt aan deze nieuwe Bijbelvertalingen. En de reden is dat de nieuwe Griekse testamenten gebaseerd zijn op twee corrupte manuscripten, de zogenaamde Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus. Dat is nog geen 1% van al het manuscriptenbewijs. 99% van het manuscriptenbewijs ondersteunt al deze woorden van God die we vinden in een Statenbijbel of een King James of een Lutherbijbel. Dus je kunt vergelijken, we hebben hier een groep van 99 mensen, die bevestigen allemaal dat ze een bepaalde misdaad gezien hebben voor een rechtbank. Eén mens hier beweert het tegendeel, die ene mens wordt geloofd en die andere 99, die allemaal onafhankelijk van elkaar hetzelfde beweren, worden aan de kant geschoven. Dat is het niveau van onze huidige tekstkritische wetenschap in de theologische faculteit en bijbelscholen, niet alleen in Nederland, maar over heel West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Dat wordt genoemd de grote afval in het lichaam van Christus, vlak voor zijn wederkomst, vlak voor de opname van de gemeente. U zegt, is het geprofeteerd in de Heilige Schrift? Ja. In 1 Timotheus hoofdstuk 3 en 2 Timotheus hoofdstuk 4, u kunt het zelf nalezen, zien we dat er een grote afval zal zijn, niet alleen van de bekennende christen, dus de naam christen, maar van opnieuw geboren mensen, die de levende woorden van de levende God, waarvan de Heilige Geest in hun eigen hart getuigenis geeft, volkomen afwijzen. Dat zijn ook de voorgangers en vaak ook de opnieuw geboren gemeenteleden. Dat toont één ding aan, dat de opname van de gemeente is heel nabij. Toen Jezus Christus kwam de eerste maal,
Wat heeft zijn volk, het Joodse volk, met hem gedaan? Ze hebben gezegd, weg met hem, kruisig hem. Hij was het levende woord van God, zegt Johannes 1. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. De toestand van deze wereld zal niet veel anders zijn bij zijn tweede komst. Dan zal zijn volk, niet het Joodse volk, daarmee zal God dat raad opnemen in de verdrukking. Nu is zijn volk, waarmee hij een bijzondere band heeft, waarvan elke individuele persoon hem Abba Vader noemen kan, dat kan geen Jood zeggen, naar het vlees. Dat volk zegt nu het boek met de levende woorden van de levende God, die geest zijn en die waarheid zijn, daar willen we niks mee van doen hebben. Dat gooien we zo uit het raam. Als iemand dat bekent, wordt hij uitgestoten. Zoals deze blindgeboren Bartimeus, blindgeborene daar in Johannes 9, die uitgestoten werd van de fariseeën toen hij bekende dat hij geloofde dat Jezus van Nazareth de Christus was. En daarna zien we dat deze man aanvangt Jezus Christus te aanbidden. Nadat hij uitgegooid was, nadat hij een bekentenis gemaakt had. Als wij leren buiten de lege plaats te gaan en dit woord aan ons hart te koesteren, dat niet alleen te lezen, maar te geloven en te praktiseren en te prediken, dan worden we uitgestoten. Maar ach, dat is hetzelfde met de Heer. Buiten de lege plaats, daar kunnen we de Heer lof, dank en aanbidding brengen. Dat is altijd zo geweest. Nu, dat geeft een klein overzicht van de corruptie van de woorden van God, waarbij de Satan, die de ware aanstichter is van deze zaken, opnieuw geboren christenen gebruikt, voorgangers, hoogleraren of naamchristenen, om het lichaam van Christus van binnenuit te corrumperen. Niet van buiten, van binnenuit. Zoals Handelingen 20 zegt, niet alleen van buiten komen die wolven, van binnenuit zullen ook mannen opstaan om de mensen achter zich aan te trekken. God heeft ons al een waarschuwing gegeven in Openbaring 22 vers 19. Ook daarin ziet u dat de vertalers de woorden van God volkomen gecorrumpeerd hebben, omdat daar een referentie is die de valse motieven van deze zogenaamde Bijbelverbeteraars direct aanvalt. Alle nieuwe Bijbels hebben dit vers veranderd. Het hoort geschreven te zijn, zoals de Statenbijbel dat dit in Openbaring 22 vers 19, en in iemand afdoet van de woorden, meervoud, des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Als iemand dus afdoet van die woorden van God, zoals we hier een voorbeeld gehad hebben van meer dan 100 woorden, alleen al in een paar boeken, zal God zijn deel afdoen uit het boek des levens. Nu, zegt iemand, kan mijn naam dan uit het boek des levens geschrapt worden, nu ik christen ben? Nee. Leerstellig niet. Wel in de tijd der verdrukking. Maar God zal u zeker rekenschap vragen als u dat woord verandert, of als u zich één maakt met een nieuwe Bijbel die deze woorden eruit laat. Dan bent u ook niet onschuldig te houden als u de waarheid kent. Hij zegt hetzelfde ook in het Oude Testament als een waarschuwing, niet alleen voor de Joden, maar ook voor ons als opnieuw geboren christenen in Spreuken 30 vers 6. Doet niet toe tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden worden. God straft zijn gemeente als hij aan de woorden van God toedoet. U zegt, maar dit zijn toch zaken die van het woord afdoen? Jazeker, maar vergeet u niet dat al deze Bijbels of Nieuwe Testamenten gegrond zijn op corrupte manuscripten, Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus, die de apocryfen als onderdeel van de schrift, als onderdeel van het Oude en het Nieuwe Testament hebben, en dan met andere woorden erkennen daardoor dat de apocryfen een deel zijn van de schrift. En wat al deze mensen doen, die zeggen we hebben betere manuscripten, ze liegen en weigeren u te vertellen dat de apocryfen deel zijn van deze rollen, Vaticanus en Sinaiticus, onderdeel van de schrift. Dus toedoen aan de schrift. Nu, hoe is dan
deze afval begonnen. Het begint in Genesis hoofdstuk 3 als Satan naar de vrouw toe gaat die alleen is, gescheiden is van haar man. We weten dat Adam en Eva een beeld zijn van de Heer Jezus en de gemeente. Als de gemeente alleen is en niet een gemeenschap met de Heer Jezus Christus onderhoudt, dan komen de woorden van Satan binnen en men vergeet de woorden van God tot zich te nemen. Het grote bewijs vandaag dat in een generatie zijn die wegleeft van Jezus Christus, is dat de meeste gemeenteleden, de christen, nauwelijks de Bijbel meer kennen. En dan komt Satan, Genesis 3, vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom des hofs? Ziet u wat hij doet? De Satan plant al een zaadje van twijfel in het hart van deze vrouw. En zij citeert dan het gebod wat God aan een man gegeven heeft. En ze citeert het vals. Ze doet eerst iets af van het woord en dan doet ze iets toe. En een gevolg daarvan is dat de zonde in de wereld komt. En dan is de grote vraag, Genesis 3, vers 9. De Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? Waar zijn de christenen vandaag? Die zich interesseren in de woorden van God. Waar zijn de christenen vandaag die tijd nemen om dit onderwerp te bestuderen en te zeggen, Heer, ik wil weten wat u mij te zeggen heeft. Dat is voor mij veel belangrijker dan wat andere christenen of wat deze wereld van mij denkt. Waar zijt gij? We hebben voor deze conferentie uitnodigingen gestuurd naar alle theologische faculteiten in Nederland. Met uitzondering van de katholieken. Die hebben nooit interesse gehad in de woorden van God. Naar alle bijbelscholen. Naar vele christenen, ook christelijke zendelingen, in West-Europa en ook in de States. Waar zijt gij? De meeste christenen in de laatste dagen hebben geen interesse om te weten wat God te zeggen heeft. Als de fundamenten worden verwoest, wat kunnen de rechtvaardigen doen? Zegt Spreuken 11, vers 3. Zonder dit fundament hebben we weinig om onze leer, ons geloof op te bouwen. Geloof komt uit het horen. Horen door het woord van God. De eerste aanval vandaag, heden ten dagen, in het lichaam van Christus, is op de woorden van God en dat daarna op de leer die daarop gebouwd wordt. Mag ik u kort verklaren? Wat gelooft u? U gelooft dat u door de Heer Jezus Christus en zijn vergoten bloed aan het kruis eens en voor eeuwig gered bent, correct? Dat is een leer. Rome leert dat het alleen maar is door geloof, ook eer aan een andere Christus, niet aan de Christus van deze schrift, en door werken, door de zeven sacramenten. En misschien kan een mens dan eens behouden worden nadat hij een paar duizend jaar in het vage vuur geleden heeft. Dat is een vals evangelie. Waarom? Omdat ze een andere Bijbel hebben. Nu, heden ten dagen, hebben de protestanten, de Jehovengetuigen, de katholieken en de joden en de liberalen hetzelfde Nieuwe Testament. Met andere woorden, nee, nog een betere Nieuwe Testament als, als het Nieuwe Testament van Rome in de donkere middeleeuwen. Met andere woorden, een andere Bijbel brengt een andere evangelie en een andere leer, een andere christenheid, een New Age christenheid. En wij geloven dat onze taak is om niet de wereld te bekeren, maar om te staan en stand te houden en te waken en te bidden en om in de laatste dagen nog een trompet, een bazuin te laten klinken. We hebben nog die vrijheid in Nederland, gekocht met het bloed van duizenden Nederlanders. Ik heb helaas niet de martelaarboeken bij me, maar u doet er goed aan als u de kans heeft één of twee van die oude martelarenboeken te kopen. En te lezen dat de voorvaderen van de Nederlanders, van de Noord-Duitsers ook, maar vooral van Nederlanders,
het bloed van duizenden vergoten hebben laten om alleen maar vrijheid te hebben om dit boek thuis te kunnen lezen. Om het op de straat en op de hoeken van de straten te verkondigen. Het gaat nog verder. We hebben in onze grondwet nu een vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, dankzij het bloed van deze duizenden christenen. Er is geen land, voor zover ik weet, op het continent wat meer bloed heeft vergoten voor de vrijheid van godsdienst, als vooral de baptisten in Nederland. Vergeet niet, het waren niet de gereformeerden eerst die hun bloed vergoten hebben. Ze hebben zeker gestreden op het slagveld. Maar het waren baptisten die met de duizenden op de brandstapel gegaan zijn voordat er überhaupt een gereformeerde religie was in Nederland. En onze broeder Henk Thomas zal er nog wat verduidelijken. Nu, wij geloven dat we alleen door geloof zonder werken eens en voor eeuwig gered zijn door het bloed van Jezus Christus en zijn werk op het kruis. Dat is een geloof. In feiten, in historische feiten die in het boek beschreven zijn. Geen wetenschapper, geen filosoof, geen theoloog heeft ooit een fout kunnen bewijzen in dit boek. Nu, als we het geloven, dienen we ook te geloven dat God zijn woorden heeft geïnspireerd. Dus een God van buiten het universum heeft niet alleen zijn zoon gegeven, het vlees geworden woord, maar ook een boek gegeven in onze taal waarin we kunnen weten wat God ons te zeggen heeft. Betreffende hemel, hel, verlossing, zekerheid van eeuwig leven, toekomst. God zegt daarom dat al de schrift is van God geïnspireerd. Niet zoals een NBG zegt, elk van God ingegeven schriftwoord. Met andere woorden, de mens kan bepalen welk woord van God ingegeven is en welke niet. Dat was al in 1951 zo, deze ketterlezing. Overgenomen van, geloof ik het in Engels, een Revised Standard Version, niks origineels erin. We geloven dus dat God niet alleen ons door Jezus Christus gered heeft, maar dat hij ook in staat is zijn geïnspireerde woorden ons te geven. Nu, als we dat geloven, en het is van God al opgeschreven, dienen we ook te geloven dat God in staat is zijn woorden te bewaren. Door de eeuwen heen. In het Hebreeuws, als wel in het Grieks. En dan ook in het Nederlands. Als God in staat is zijn zoon te geven om ons te redden, dan moet hij ook in staat zijn om zijn woorden geïnspireerd te bewaren door de eeuwen heen. Nu, hij zegt dat ook en belooft dat ook. Ik lees u eenvoudig twee bekende teksten voor. De eerste is uit Psalm 12. Psalm 12, vers 7 en vers 8. De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heeren, zult hem bewaren, gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. De nieuwe vertalingen hebben daarvan in vers 7 het woord ons gemaakt. Dat het niet heen wijst meer naar de redenen, de woorden, meervoud des Heeren. God zal hem bewaren voor dit geslacht. God belooft, ik zal al mijn woorden, die ik 1800 jaar, 1500 jaar voor Christus al aan Job en aan Mozes gegeven heb, voor dit geslacht, voor mijn volk en voor het volk wat ik met mijn bloed gekocht heb, de heidenchristenen, bewaren. Hij kan ze inspireren, hij kan ze bewaren. In het Oude Testament door het Joodse volk, speciaal door de stam van Levi. In het Nieuwe Testament door het lichaam van Jezus Christus, de ware gemeente. Ik spreek hier niet over de grote hoer van Babylon, Rome. Die heeft ook een Bijbel. U zegt, wat voor Bijbel? Waar denkt u dat deze codex vandaan komt? Vaticanus. Uit het Vaticaan. Een van de meest corrupte, satanisch geïnspireerde manuscripten die het geeft. Deel met de apocryfen als onderdeel daarvan. Het mist toevallig Hebreeën 9 vers, ik dacht vers 14 en verder, waarin het toevallig spreekt over het enige eeuwige offer wat Jezus Christus gebracht heeft aan het kruis. Wat volkomen de godslasterlijke mis ontkent. Toevallig.
wordt het eruit gelaten. Toevallig vermist dat dit corrupte manuscript het hele boek Openbaring, waar de Heilige Geest 2 hoofdstukken wijdt aan een beschrijving van precies deze stad, een grote hoer dronken van het bloed van alle heiligen. En toevallig vermist dat ook nog eens de pastorale brieven 1 en 2 Timotheus en Titus, die brieven zijn aan een voorganger van een lokale gemeente die onafhankelijk is van een kerkelijk politiek machtssysteem wat uit één plaats geleid wordt. Wie of wie zal daar interesse bij hebben? Vergeet niet, de God heeft een Bijbel, de Satan heeft er ook een. God heeft een gemeente, de bruid van Christus, Satan heeft ook een gemeente. Heeft ook een bruid, een vrouw. Ze wordt een hoer genoemd in Openbaring 17. Jezus wordt genaamd de Christus. Weet u hoe Lucifer genoemd werd voordat hij gevallen werd? Voordat hij viel? Hij was een gezalfde cherub. Hij was ook een gezalfde. Het Griekse woord is Christus. God heeft zijn apostelen. 2 Korinthe 11 zegt, ook Satan heeft zijn apostelen, bedrieglijke arbeiders. Ziet u, als de Heer Jezus naar beneden komt, in Openbaring 19 komt hij op een wit paard naar beneden, met een zwaard in zijn hand. Als de antichrist verschijnt in Openbaring 6, komt hij ook op een wit paard, met een wapen in zijn hand, een boog. Satan imiteert, imiteert wat Jezus Christus doet. En de enige manier om te weten welk boek, welke gemeente, welke arbeider, welke evangelie van Jezus Christus is, is door de zuivere schrift. En dat wordt als eerste aangevallen en daar wordt als eerste twijfel over gezaaid. Met andere woorden, u gelooft behouden te zijn door het bloed van Jezus Christus, dan is het niet meer dan logisch dat u ook gelooft dat de Heer Jezus en dat God zijn woorden geïnspireerd heeft. Daarom gelooft u ook dat God u gered heeft door een geïnspireerde woorden, dat hij ook dan in staat is om deze woorden geïnspireerd te bewaren door de eeuwen heen. En als u gelooft, ik geloof niet dat het een Statenbijbel is, dan moet u naar een nieuwe Bijbel gaan, dan gelooft u dus indirect dat Gods woorden niet meer in de handen geweest zijn van de ware gemeente van God, van de 4e eeuw tot en met de 19e eeuw. Dat was de tijd waarin deze corrupte manuscripten verdwenen waren, in de handen van, dus niet weer in de handen waren van de levende gemeente. En alleen een zwart aftreksel daarvan was nog te vinden in de Latijnse Vulgaat. Met andere woorden, u gelooft dan dat de meest zuivere schrift door de kerk van Rome bewaard geworden is, de laatste 1500 jaar, de kerk die meer bloed aan zijn handen heeft, niet alleen van christenen, maar van volken, als enig ander religieus instituut in deze wereld. Dat gelooft u dan. Dan moet u gewoon realistisch naar doortrekken. En als u graag het wil geloven, het is een vrij land, geloof wat u wilt. Nu, laat ik kort iets zeggen. Overzichtje, waarom we geloven dat de Statenbijbel het boek is wat we dienen vast te houden. Ik zal een korte inleiding geven over het eerste gedeelte en dan over het tweede gedeelte later verder gaan. Het eerste is, we geloven dat de Statenbijbel een superieure tekst heeft. Een superieure Hebreeuws als ook een superieure Griekse tekst, als in vergelijking met de nieuwe Bijbels. Ten tweede dat de vertalers als mens en als theoloog en als christen verre superieur waren in kennis van de Bijbelse talen als ook in karakter. Ten derde dat hun vertaaltechniek veel beter is dan de moderne Bijbels, speciaal de Ecumenische Bijbel. Ze hebben aan een woord- en vorm-equivalentie gehouden. Dat betekent dat men de Griekse en Hebreeuwse woordvorm en de woorden aan zich probeert vast te houden in de Nederlandse taal. En men heeft niet de dynamische equivalentiemethode overgenomen, de idee van een gedachte voor gedachte vertaling, waarin de vertaler zijn eigen gedachte in de vertaling legt. En ten vierde zullen we zien
dat ook een Statenbijbel ver superieur is in theologie, vooral als het gaat om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Nu, de andere Nederlandse Bijbels na de Staten hebben minderwaardige Hebreeuwse en Griekse teksten, minderwaardige vertalers, een minderwaardige vertaaltechniek en een minderwaardige theologie. Nu, de Hebreeuwse tekst die waarop onze Statenbijbel gegrond is, is precies dezelfde die tegenwoordig nog door de orthodoxe Joden gebruikt wordt in Israël. We waren een paar weken geleden in Israël en ik heb toen aan die Joden gevraagd, welke tekst gebruikt u alsnog in de synagoge? Hij zegt de Ben Gayim, Masoretische tekst. Dezelfde tekst als de Statenbijbels en de King James vertalers en Luther gebruikt hebben om hun Oude Testament te vertalen. De Daniel Bomberg Masoretische tekst, de tweede grote rabbijnse bijbel, de Ben Gayim, uitgegeven en verzorgd in 1524-1525. Dat was de standaardtekst voor ongeveer 400 jaar. Nog altijd gebruikt in Kittel's Biblia Hebraica in 1906 en 1912. De valse tekst werd gebruikt door Kittel in 1937. Gegrond op een één Hebreeuws manuscript, het Leningrades manuscript, B19a of L genoemd, uit het jaar 1008, verzorgde Ben Asher. Deze zogenaamde Biblia Hebraica Stuttgartensia heeft, inclusief de voetnoten, ongeveer 20.000 tot 30.000 veranderingen toegelaten in de tekst. 20.000 tot 30.000 veranderingen. Uit de voetnoten, in de tekst. Nu, tegenwoordig gebruikt men allerlei mogelijke namen van boeken die man boven de tekst stelt, de zuivere Hebreeuwse tekst waarvan uit onze Statenbijbel vertaald is. Ik noem eenvoudig gewoon een paar namen, dat u weet, als deze namen gebruikt worden, hebben ze geen autoriteit als alleen in de ideeën van deze zogenaamde theologen of tekstcritici. De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Syrische versie, een paar Hebreeuwse manuscripten, de Latijnse Vulgaat, de Dode Zeerollen, het Griekse Oude Testament van Aquila, het Griekse Oude Testament van Symmachus, het Griekse Nieuw Oude Testament van Theodotium, de Samaritaanse Pentateug, citaten van Hieronymus, Josephus, een Joodse kerkschrijver, de oude Hebreeuwse traditie, Hebreeuwse lezingen in de voetnoten, de Hebreeuwse targums. Dat zijn allerlei methoden om de zuivere tekst van zijn kracht te ontdoen. En dat komt tot uitdrukking in vertalingen. Bijvoorbeeld het woordje, als ik me goed herinner, in Jesaja 9 vers 3, het woordje niet wordt eruit gelaten in de nieuwe Bijbels. Hoewel het in de Hebreeuwse Masoretische tekst staat. Want men kan niet begrijpen dat de vreugde van een volk niet verhoogd wordt. Laten we het even lezen. Jesaja 9 vers 3 als een voorbeeldje in de Hebreeuwse tekst. Het juk, want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf, degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten tijde dagen der Midjanieten. Vers 2 zit hier in de Staten, Jesaja 9 vers 2. Ge hebt dit volk vermenigvuldigd, maar ge hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Het woord niet is hier weggelaten. Het volk is vermenigvuldigd, maar de blijdschap heeft hij groot gemaakt. Kijkt u eens even naar Israël. Is het volk vermenigvuldigd? De laatste jaren, ja zeker. Is ook de blijdschap vergroot? Ik dacht het niet. Het volk is in verdrukking. Het wordt nog erger. Er zal een grote verdrukking in de nabije toekomst plaatsvinden. Dat wat Hitler gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog is maar een klein peulenschilletje wat de antichristen in de nabije toekomst met het Joodse volk zal doen. Hij heeft de blijdschap niet groot gemaakt. Maar verandert het eenvoudig omdat men de tekst niet begrijpt zoals hij staat. Of men doet iets toe in Genesis 4 vers 8 als voorbeeld. Men gebruikt daarbij de Septuaginta. Ik lees hem voor eerst in de Statenbijbel. En Kain sprak met zijn broeder Abel en het geschiedde als zij in het veld waren
dat Kaïn tegen zijn broeder opstond en sloeg hem dood. Ze gingen eerst naar het veld. Kaïn die ging eerst naar het veld en toen, wordt eraan toegevoegd, en toen hij in het veld was, sloeg hij zijn broeder dood. Het idee is altijd, als een zogenaamde vertaler of tekstcriticus de tekst niet begrijpt, voegt hij iets toe of doet hij iets af naar zijn eigen overtuiging. Met andere woorden, u leest in de Nieuwe Bijbels een commentaar van de vertalers. Zijn opdracht is eenvoudig, in een andere taal over te zetten wat God in het Hebreeuws of het Grieks of het Aramees schrijft. Dat doen ze niet. Nu, dan nog iets over het Nieuwe Testament. De Statenbijbel heeft een superieure Griekse tekst. En voor de Statenbijbel werd de grote Bedza-editie gebruikt, voornamelijk van 1588 en 1589. En ook nog door Orlandus de kleine Bedza-editie van 1567 en 1580, alsmede de Elsevier-uitgave van 1624. Wat je tegenwoordig als Textus Receptus, aanvaarde tekst, kan kopen, is eigenlijk een samenvatting van verschillende Griekse Nieuwe Testamenten die samengesteld werden in de 16e en begin 17e eeuw. Erasmus, een Nederlander, heeft er 5 gemaakt, te beginnen in 1516. Colineus heeft er 1 gemaakt in 1534. Stevenus heeft er 3 gemaakt, te beginnen in 1546. Betze heeft er 9 gemaakt en Elsevier 2. Dus minimaal 21 Griekse Nieuwe Testamenten werden gemaakt met kleine varianten tussen elkaar, die min of meer alle als aanvaarde tekst beschreven kunnen worden. Al deze Griekse Nieuwe Testamenten zijn gebaseerd op manuscripten die Syrisch of Antiochiaans of Byzantijns genoemd worden. Die een oorsprong hadden in Antiochië, waar het centrum, hebben we gehoord van broeder Henk, naar heen verschoof nadat de eerste gemeente uit Jeruzalem verdreven werd. Dat is bijzonder belangrijk. Deze tekst Receptus heeft 140.521 woorden en ze worden veranderd in het Nieuwe Griekse Testament op 5.604 plaatsen en daarin worden 9.970 woorden weggedaan uit de tekst. Dat is even zoveel woorden als in het hele boek Romeinen. Met andere woorden, als u een Nieuwe Testament heeft van de NBV 2004, de Nieuwe Bijbelvertaling 2004, heeft u een boek, Nieuwe Testament, wat korter is dan een Statenbijbeltestament, met even zoveel woorden als het hele boek Romeinen. Wat zegt de Heilige Geest als waarschuwing in Openbaring 22, vers 19? Doe niet aan zijn woorden af. God de Heilige Geest wist wat het lichaam van Christus zou doen kort voor de opname. En dat is een tragische zaak. Nu, ik geef een hele kort overzicht over de bewaring van de zuivere schrift door de eeuwen heen. De eerste maal dat de discipelen christenen genoemd werden, is in Antiochië, staat Handelingen 11, vers 26. En deze traditionele tekst, de Byzantijnse tekst, is gebaseerd op meer dan 5500 manuscripten. De apostelen werden gebruikt door de Heer met een paar anderen om deze woorden van God op te schrijven in het Grieks. De Syrische Peshitta is daarop gegrond. Het Oud-Latijns tussen 100 en 200, net zoals de Peshitta tussen 100 en 200 na Christus. Dan zijn er papieren manuscripten gevonden van de eerste eeuw af tot en met de 15e eeuw, die deze tekst, Antiochiaanse tekst, hebben. Dan zijn er minuscule en dus manuscripten in klein schrift, als ook een groot schrift, een blokschrift, tot de 15e eeuw, die dat ondersteunen. De Latijnse Bijbels van de Waldensen, tussen 1100 en 1300 na Christus, hebben deze tekst, als ook het Griekse Nieuwe Testament van Erasmus. Martin Luther vertaalde deze tekst in het Duits. Tyndale vertaalde hem in het Engels in 1523. En daarvan hebben we in het Nederlands de Deuzer-Bijbel, bijvoorbeeld de Bijbel in Emden vertaald van Mietman en Geilaert. We hebben daarbij de Statenbijbel, die komen allemaal van dezelfde bron.
Ik heb het er wat weergegeven hier. Hier zien we de oorspronkelijke Textus Receptus, gegrond op ongeveer 5500 manuscripten. 99% van het manuscriptenbewijs ligt hier ten grondslag aan. En daar hebben we al deze verschillende Bijbels die daarop gegrond zijn. De Peshitta in het Syrisch, de Itala in het Oud-Latijns in 157 na Christus, Erasmus, Grieks Nieuw Testament, de Computantius, de Polyglot in het Grieks, was daarop gegrondvest. Wycliffe's vertaling was behoorlijk nog beïnvloed door de Latijnse Vulgaat, maar had al veel van deze teksten in zich. Tyndale, de basis voor Tyndale, de basis van de King James is Tyndale, minimaal 80%. De Zürcher Bijbel uit 1531 uit Zwitserland. Bedza's Grieks Nieuw Testament uit Genève. Elsevier, de Nederlandse Textus Receptus, gemaakt door de Elsevierbroers in Leiden. De Deuzé-Bijbel uit 1562. De Biskens Bijbel in het Nederlands uit 1560. De Liesveld Bijbel in Vlaanderen gemaakt in 1526. Die de drukke Liesveld uit zijn hoofd kostte. Hij werd onthoofd op, als straf van Rome op het verspreiden van het zuivere woord van God. De Piscator-Bijbel in het Duits in 1603. En dan de Statenbijbel en de King James Bijbel en de Lutherbijbel in 1637, 1611 en 1523. Dat is de boom met de zuivere manuscripten. Nu, we hebben gezien, ook de Satan heeft zijn imitatie. Hier zien we de imitatie. De wortels is in een herziene textuele vervalsing die minder dan 1% van al het manuscriptenbewijs omvat, minder dan 50. Als basis heeft men de Vaticanus uit het Vaticaan, Rome, de Sinaiticus uit de Sinaïwoestijn, waar de wet gegeven werd, beide van Egyptische oorsprong, als ook de Alexandrinus uit 450 na Christus, ook van Alexandrine, ook van Egyptische oorsprong. Alle drie komen ze uit Egypte, een beeld van de wereld. Nooit zien we er een opwekking in het Nieuwe Testament is in Egypte. God roept zijn zoon uit Egypte. God roept zijn volk uit Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. De heerser Farao is een beeld van Satan. Hieronymus Vulgaat is door zwaar beïnvloed in 382 na Christus. Ook de Ephraimus Scriptus, 450, is zwaar door beïnvloed. Dan zien we daarin dat de Nederlandse Jezuïtenvertaling van de katholieke Vulgaat in 1599 is daarvan een gevolg. En dan zien we een aantal Duitse namen, mannen die in naam der wetenschap deze corrupte manuscripten gebruikt hebben, één of beide, om hun testament op te funderen. Tischendorf, Westcott en Hortz en Engelsen, Lachmann, Griesbach, uiteindelijk Nestle de 1898. En dan is dat de basis eigenlijk geworden voor de Nestle-Aland Grieks Testament en het testament van de United Bible Society in 1963. En daar op grond komen al deze vertalingen. De Voorhoeve-vertaling van 1877 tot 1982. Vijf herzieningen in ongeveer 105 jaar. Dat is ongeveer elke 20 jaar een nieuwe herziening. Zo snel verandert dat. De Grootnieuws, de Willy Brod, de MBG, MBV 2004, het boek, de Leidse vertaling. Al deze vertalingen hebben één ding gemeen. Ze komen uiteindelijk van een wortel van herziene textuele vervalsing die teruggaat tot Rome en Egypte. Nu, deze twee manuscripten zijn zo bijzonder vervalst. Ik zal er niet te lang over doorgaan, want het is wel wat laat geworden. Maar Westcott en Hort, de mannen die de grondslag gelegd hebben voor het vervalste Griekse testament, wat we ten heden ten dagen gebruiken, ze waren Engelse geleerden uit de 19e eeuw, hebben gezegd, dat deze manuscripten een relatieve reinheid laten zien die bijna absoluut is. Een ware, trouwe reproductie van de tekst van de oorspronkelijke manuscripten. Dat zeggen Hort en Westcott in een introductie tot het Grieks Nieuwe Testament, de pagina 276.
Herman Hoske zegt, de tekst die door Westcott & Hort werd gedrukt, is heden ten dagen geaccepteerd als de ware tekst. En grammatica boeken, tekstboeken die het synoptische probleem beschrijven, werken betreffende hogere kritiek, funderen zich ten eerste op deze tekst. Dus je woordenboeken, je grammatica en je tekstgeschiedenisse boeken hebben als basis deze corrupte tekst die is een grondslag had in Rome en Egypte. En daarom kan je het heden ten dagen zeggen, is er een geweldige vijandschap in theologie, in hogere kritiek en in lagere kritiek, tegen iedereen die zich met dit boek één maakt en dit boek gelooft. En het doel is om zo het lichaam van Christus te verontreinigen, dat het één wordt, meer en meer in een ecumene gaat met wat de Bijbel noemt een hoer, die in de stad Rome haar centrum heeft. We hebben gehoord, het is geleid door een pontifex maximus, het Latijns voor hoge priester. Het is een blasfemische naam. We hebben maar één hoge priester als christen, dat is de Heer Jezus Christus. En deze mens, en de laatste mens der zonde, zal de antichrist zijn, de duivel geopenbaard in het vlees, zal één doel hebben om zich als Christus aanbidding toe te eigenen. De aanbidding die alleen de Heer Jezus Christus toekomt, die alleen voor ons zijn bloed aan het kruis gegeven heeft. Dat is het doel. En hij gebruikte mij een vervalste Bijbel om ons zo langzaam maar zeker door een ecumene te leiden onder het gezag van Rome, wat 450 jaar geleden Nederland gedrenkt heeft met bloed. Wat leert, om af te sluiten, een mens van de geschiedenis? Het enige dat hij leert van de geschiedenis, is dat hij niets van de geschiedenis leert. We hebben het op schrift, het is een geschiedenisboek. We hebben het in de geschiedenis van Nederland. 10.000 mensen hebben hun leven gelaten. Rome zal zich nooit veranderen. Het zijn de christenen die zich veranderd hebben. Waarom? Omdat de leiders, de herders, geslapen hebben. Ze hebben niet gewaakt, ze hebben niet gebeden, ze hebben niet hun schapen gewaarschuwd. En de gevolgen zijn dat wij nu een toestand hebben die absoluut armzalig te noemen is. Maar, als bemoediging, zegt de Heer in Openbaring hoofdstuk 3, in vers 8... tot de gemeente van Laodicea van Philadelphia. Ik weet uw werken. Dat is ook het vers wat u op uw uitnodiging gevonden heeft voor deze Bijbelconferentie. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Als wij trouw zijn aan wat wij weten wat waarheid is, dan is God trouw aan zijn schaap, aan zijn gemeente. En zijn verlangen is dat hij een reine bruid tot zich nemen kan in de hemel. Niet een of andere onreine vrouw. Zoals Rome als hoer benadrukt wordt. Daarom hebben wij niks van doen. Niet alleen met de ecumene, maar ook niet met het boek waarop de ecumenische grondvest, in dit geval een ecumenische 2004 nieuwe Bijbelvertaling. Het is een gruwel in de ogen van God. En we mogen blij zijn dat we een boek hebben wat we kunnen eren, wat met bloed gekocht is en wat we dienen vast te houden en waar we mogelijk voor dienen te sterven als de Heer verblijft te komen. Dat is wat onze voorvaderen gedaan hebben en dat is eigenlijk wat wij mogelijkerwijze ook zouden moeten doen in de nabije toekomst als de Heer verblijft. Laten we daarom zeggen, Heer Jezus, kom spoedig, zoals Openbaring 22 eindigt. Ik wil hiermee afsluiten.